hoe draag je een respiratoire virus over? Nou, Emiel meldde het al. In principe iemand die hoest of niest. En dit is een beetje de klassieke Leidse foto, misschien noemen we maar. Wij kennen hem allemaal uit onze opleidingstijd. Je maakt echt een enorme wolk aan kleine, hele kleine vochtbelletjes. Waarvan we in principe ervan uitgaan dat ze 1,5 meter, dat ze dan wel naar de grond gaan. En dit is het eigenlijk dé manier van verspreiden. Mensen die langslopen bij iemand die dit net heeft gedaan, jij inhaleert gewoon dit virus. Maar eigenlijk een virus, we zeggen altijd een verkoudheid zonder jas naar buiten, hè, zeggen we tegen onze kinderen. Maar een verkoudheid krijg je niet omdat je zonder jas naar buiten gaat. Een verkoudheid krijg je omdat je een virus hebt gegeten, gesnoven of in je ogen gewreven. Dat zijn eigenlijk de 3 manieren. En als je er zo over nadenkt, dan kan je je voorstellen dat mijn vak als microbioloog gewoon best ranzig is. Kijk, ik tekende eerst 1 virusdeeltje. Wij proberen ook altijd iedereen duidelijk te maken. Infectiepreventie is risicoreductie. 1 virusdeeltje kan ik me makkelijk tegenweren en dat niet binnenkrijgen. Maar we hebben het hier over misschien wel 10 miljard virusdeeltjes waar we ons tegen moeten weren. En risicoreductie betekent dus dat je hard je best gaat doen om zo min mogelijk virusdeeltjes binnen te krijgen. En dat doe je door niet aan je handen, gezichten, neuzen, oren en dat soort dingen te zitten. Nou, wat gaan we nu even... Emiel maakte de koppeling ook al met influenza en andere virussen. Het middelste is SARS-Corona. Wat we nu doen is als maatregelen strikt aerogeen. Dat betekent een kamer met sluis. Op dit moment een FFP2-masker. Het verschil tussen een FFP1-masker en een FFP2-masker is het formaat van deeltjes wat door het masker heen kan. En een bril, zeggen we, omdat we niet willen dat je deeltjes in je ogen krijgt. Mazelen is misschien wel het meest besmettelijke virus wat we kennen. Daar zeggen we ook strikt aerogeen, want we weten gewoon dat aanwezigheid in een kamer van een patiënt met mazelen, zelfs nadat hij is vertrokken, al voldoende is om besmet te worden. Kamer met sluis, FFP2-masker. Mazelen, en dit getal is R0, dat is het aantal mensen wat 1 patiënt besmet. En bij mazelen, als we geen vaccin zouden hebben, dan kan 1 patiënt 20 mensen besmetten. Voor dit specifieke virus werd origineel gezegd, hij lijkt rond de 1 te liggen. En dat is heel mooi, want als 1 persoon besmet, dan snap je dat je het vrij makkelijk kan indammen. Alleen op dit moment wordt er van alles gezegd in de literatuur eigenlijk, want het gaat alle kanten op. Maar waarschijnlijk ligt het ergens tussen de 4,5, andere literatuur zegt 2 tot 10, maar een beetje 4,5. 1 persoon kan 4,5 personen besmetten. Wij kunnen dat met z'n allen een heel klein beetje voorkomen. Een vergelijking met influenza. Daar is druppelisolatie eigenlijk voldoende. En als je kijkt naar wat logisch zou zijn, dan zou eigenlijk de maatregelen van influenza beter passen bij corona, zoals we kennen hoe coronavirussen overdragen in het algemeen. En dan zou iemand in een 1-persoonskamer mogen liggen en dan gebruik je een FFP1-masker. En wat we zien, de R0 van influenza hangt er een beetje vanaf welk type het is. Er zijn elk jaar weer een beetje spannend welk type het gaat worden. Dan heb je een beetje tussen de 1,3 en 3 mensen worden besmet door 1 persoon met influenza. De eerste route van transmissie is dus in je ogen of in je mond. Dat betekent eigenlijk altijd via je handen. Dat is ook heel goed om je thuis te realiseren. Want wij hebben natuurlijk zometeen allemaal mensen helemaal mooi, strikt, aerogeen hier in isolatie liggen. Maar als jij thuis bent, en Emiel gaf het ook al aan, waarschijnlijk zijn er veel meer mensen die dit bij zich dragen. Dus jouw hele thuisomgeving, we gaan er eigenlijk vanuit binnen een gezinssituatie, kan je het niet voorkomen, want je deelt zoveel dingen met elkaar. Dus huisgenoten eigenlijk, zeg maar bijna al, die beschouw je als besmet of meebesmet. Maar alles in de omgeving is eigenlijk vies. Dus als jij gaat eten voor de lunch, maar ook de snoeppot, koekjes hier, dingetjes daar, doe gewoon handhygiëne voordat je iets in je mond stopt of voordat je aan je mond gaat zitten. En wat heel grappig is, ik krijg altijd heel veel klachten over hoe smerig onze handalcohol is. Maar als je het dus een keer hebt geproefd, dan zit je dus met je handen aan je mond. Dat is misschien goed om je te realiseren. En iedereen die nu lacht, weet waar ik het over heb. Overige interventies die we willen, nee, dit is eigenlijk ook gewoon een algemene voorzorgsmaatregel, maar realiseer je, korte nagels. Want met lange nagels of gewoon een beetje dingen waar dingen onder kunnen zitten, dan kan je gewoon niet goed schoonmaken. Korte nagels maakt echt jouw eigen leven veiliger. Geen handen meer geven, hebben we gezegd, doen we niet meer. Natuurlijk, als je handhygiëne doet, gaat het ook allemaal goed. Maar het is gewoon risicoreductie. En kijk uit met gedeeld en onverpakt voedsel. Dus de snoeppotten op de afdeling, bij Noro gaan die er ook af. Want we weten gewoon dat het een enorm probleem is, dat je daar ook echt uit besmet kan worden. Handschoenen gebruiken, even heel belangrijk. Ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben, maar bij de bakker hebben dan mensen handschoenen aan, dan gaan ze je broodjes smeren. Maar die gaan de godganse omgeving aanraken. Ik vind dat best vies en dat geld pakken ze aan. Mensen met handschoenen gedragen zich gewoon
alsof ze onverslaanbaar zijn. Die gaan aan alles zitten. En eigenlijk merken we op het moment dat jij geen handschoenen gebruikt, maar gewoon met je eigen handen werkt, dat mensen zich veel bewuster zijn van hun omgeving en wat ze aanraken. Dus wij zeggen echt, handschoenen gebruik alleen maar doen als het voorgeschreven is, want je brengt jezelf en anderen in gevaar als je handschoenen draagt. Kijk echt heel erg uit met handschoenen, ook dat je omgeving dus niet besmet. En vergeet niet op het moment dat je je handschoenen uitdoet, dat is eigenlijk altijd, iedereen doet het altijd heel netjes en zegt ik doe dat niet, maar in de praktijk weten we het zeker dat het wel zo is dat je je eigen handen weer aanraakt. Dus op het moment dat je je handschoenen uitdoet, altijd handhygiëne doen. Wat is de grootste route van transmissie? Is eigenlijk het niezen en hoesten, wat we eerder zeiden, om te voorkomen. Hoe kan je dat voorkomen? Risicoreductie. Hoesthygiëne. Niest- en hoesthygiëne is denk ik in het ziekenhuis, maar ja, dan ben je niet eens meer medewerker, maar ben je zelf al ziek. Maar ja, ik zeg dan eigenlijk, spread the word, not the virus. Iedereen die wij kunnen vertellen goede hoesthygiëne te doen, dus in je elleboog of in een zakdoek, zakdoek gelijk weggooien, dat is leven gered misschien wel. Dus papieren zakdoek, gelijk weggooien, doe goede handhygiëne en houd afstand. Dat is eigenlijk wat je in de gewone populatie moet dat meer dan voldoende zijn.